Goedemorgen, 1 maart 2013, de bradleymanning.org, dat is het support network voor Bradley Manning, verwijdert mijn bewijs dat WikiLeaks, Julian Assange, Birgitta Jonsdottir, journalisten, Bradley Manning in de gevangenis houden onder valse verklaringen. Het komt er dus op neer dat de Bradley Manning Support Organisatie echt wil dat Manning in de cel zit en dat hij ook nog eens een keer wordt gefolterd en vermoord door Julian Assange, Birgitta Jonsdottir, filmmakers, journalisten die boeken geld aan hem verdienen, boeken schrijven en dergelijke. Ja, ik moet nog steeds afwachten. Ik weet niet of de brief die ik aan de FBI heb gestuurd en aan de gevangenis van Manning is aangekomen. Die zou daar nu moeten zijn. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik voor WikiLeaks echt helemaal niets ga doen. Ik ga absoluut niets doen om Julian Assange en Jonsdottir en Rob Gomgrijp en Caries van Houten, Benedict Cumberbatch en DreamWorks uit de cel te houden. Echt helemaal niets. Want dit zijn zulke grove oorlogsmisdaden dat ik daar nu mezelf van afkeer. Ik wil dat Bradley Manning in de rechtszaal zegt dat hij weet dat WikiLeaks nu bezig is met het regelen van zijn dood. En dan hoop ik dat dat Manning eerlijk recht geeft. En dan is dat deel voor mij afgerond. Dag.